Een hele goede morgen, leuk dat je er weer bij bent. Het is zaterdag, fucking vroeg en we zijn wakker. Zonder zon. Waar is mijn zon? Er zou vandaag zon komen. Maar goed, hebben we een planning vandaag? Nee. Nee, absoluut niet. Gewoon makkie aan. En we zien maar het schip strandt. Alleen niet op het teamuitje. Maar gewoon even ook wat te doen. En Ras en ik. Zien we wat we gaan doen. Maar eerst tijd voor medicijntjes en dan gaan we weer terug. Makkelijk. Broek. Topje. Vestje. Zoals gewoon iets lekker simpel. Die slaapt nog. Ik moet weer wachten, want ik ben zoals gewoon ik mijn flesje vergeten. Die zich als ze gaan pakken. Ach. Ron is ook klaar, maar die heeft een afspraak. Dus we zijn even gespreid vandaag. Toen komt Bepje al, dus on we go. En we hebben weer een Jumbo watermeloen. En we hebben soy cappuccino voor Rachel. Ja, en ook voor mij. Dus ik ben benieuwd. Aha. Nou, wat je gaat doen dadelijk. Oké. Okay. Ga je doen dadelijk. Of film je al? Ja. Oh. Yo. Sorry. Dadelijk heb ik mijn laatste team uitje met mijn oude team. Nou, moest even wat gewoon een trainingpak even uittrekken. Dus ik heb mijn trainingspak van Nike aangedaan en een t-shirt met fighter erop. En ja. En huratjes. Oh ja, en huratjes. Dus ik ben er alweer klaar voor. En wat doe jij tegenwoordig voor mama? Ze is nieuwe blogger op onze site. Moet ik nadenken. Waar ga je allemaal over bloggen? Over voetbal. Over make-up. En outfits. Outfits, yes. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Nia bloggen. Rachel bloggen. Nee, mijn nagels niet. Nee. Ja, kijk, kan mijn nagels. Mijn nagels zijn wel lang geworden. Ja, maar mijn net zijn er niet uit. Dus ik vind dat er maar een netje van, hè. Netjes, hè. Ja. Dus, maar goed. Deze meid gaat lunchen. Het is weer lunchtijd. Salm. Nieuwe haring, die trouwens super lekker is. Sojabonen en avocado. Top. En we hebben watermeloen. Top. En een hangende puber. En Ras heeft haar haar blauw geverfd. Jawel. Dat gaan we dadelijk uitspoelen en ben benieuwd. En je wou het zelf? Echt hè? En wij gaan lekker eten zo. Van alles wat. En het resultaat. Blauw. Ja, je wilt toch blauw, trut? Ik vind hem kikken. Het ruikt echt heel lekker, hè? Ja? Ja. Oké. Okay. Dus het zijn gewoon van die kleine flesjes die bij de kruidvatkanalen, hè? 3,99 zijn ze en je hebt ze in allerlei kleuren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn. Zo, het is inmiddels 4:15. Wacht, het zachter was. Ik denk dat Ron en Nia ook zo thuis komen. Ik heb lekker een drasje gegeten. Een blauwe smurf.
zien eruit. Dus, niet veel gevlogd vandaag. Maar dat had ik al gezegd, ook niet veel te doen had natuurlijk. Dat ziet er echt niet uit. Maar ja, dat heb je als je... In 15 dagen heb ik 2 uur en 48 minuten geslapen precies. Dus ik ben een beetje moe. Ja. Maar goed. Ik heb wel lekker even in de tuin gezeten. Dat wel. En dat was lekker. De week doornemen. Ja, er valt niet veel door te nemen. Ik heb echt zoveel pijn gehad weer. En zo weinig slaap. En zo vaak de emmer in de wc gezien. Dus. Maar goed. Even bij Nio naar een nieuwe school eens kijken. Maar of ze daar terecht kan, weten we niet, want alles zit bomvol. Dus ik hoop het echt, want het is echt een hele mooie school. En nee, je hoeft niet te vragen welke school. Nee, een privacy reden zegt daar niks over. Rasje is druk bezig op school met musical oefenen. Dus super leuk. Ja, verder niet veel eigenlijk. Ja, ik ben alleen maar aan het werk. Om bezig te blijven. Wakker te blijven. Dus ja, en ik ben heel veel met de site bezig. Ja, ik vind het heerlijk om blogposts te schrijven en de meiden ook. We zitten in een bek te trekken hier zo. Ziet ze. Middelvinger. Respect. Dus, ja, daar ben ik weer helemaal mijn ei in kwijt kunnen. Op de site. Dat is wel fijn. Ja, en de meiden lekker aan het schrijven. Voor fashion en beauty. En generatie doen we wel eens. Ja, nou, doe het niet, hè? Dat gaat. Zus. Dus. Dus vind ik het zelf kut om te praten? Vind ik het zelf kut om te praten? Ja, om dat. Dag schat en zus. Dag schat. Ik vind het kut, hè, maar je doet het zelf. Ja, ik kan ook niet zo doen. Ik vind het wel leuk. Wat hè? Oh, ik wil geen visje doen. Ik kan geen duckface doen. Ja, maar als ik een visje doe, dan heb ik helemaal zo'n ingevallen hartjes. Doe maar niet. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn week geweest. Ja. Volgens mij krijg ik weer last van mijn oog gewoon. Maar ja, ik heb lekker in de zon gezeten. En gisteren onder de zonnebank geweest. Dat had ik niet moeten doen. Ik krijg weer een middelvinger. Ja, jullie zien het niet. Ja, want jij... Zo, dat is iets ops ben. Het is pas ben, nee, doe maar heel gek. Die mensen ook niks aan doen. Dus, morgen wordt het 28 graden en zo. Morgen is vaderdag. Nou, gisteren dan voor jullie. Morgen? Nee, we gaan morgen niet naar de film. Want ik ga niet met 28 graden in een fucking bioscoop zitten. Gaan we naar de strand? Weet ik veel wat we gaan doen. We gaan naar het strand. Jij denkt dat je op het strand kan komen, dat mooie weer. We zien wel morgen. Dus, maar goed, ik ga even wachten tot ze thuis komen en dan gaan we weer verder. Maar als je gaat telkens even lekker een blogpost maken over de haar. Leuk! Dus, doei! Yo! Laat me. Je wilt zelf vloggen, dan zeg je laat me. Nou, ik heb mooi blauw haar en morgen is natuurlijk vaderdag. Dat, die pot is voor mij, hè, lieverd? Voor jou gehad, ja. Sure. En ik ben een serie aan het kijken. Opeens iedereen ging dat kijken, dus ik denk, oké, ik vind het ook leuk, dan ga ik het ook kijken. Ik dacht eerst in eerste instantie dat het een film was, maar nee, het is een serie.
ook het. Dan moet ik echt mijn bril opzetten. Ja, dan pak je je bril. Pak je bril, meis! Pak je bril, meisje. What the fuck? Dus, morgen wordt misschien een gezellig dagje. En dan weet het. Zij gaat... Ga jij doen, mam? Hè? Huh? Ga jij zo doen? Vreten maakt voor het volk. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik weet even douchen. Ik wil me nageslapen, maar ik ook al niet. Ik vind het ook wel prima zo. Ja. Vlog editen dadelijk en afsluiten. Afsluiten en editen. Dus. Ja. Dus. Wat heb je gedaan, was? Een peel-off masker. Een peel-off masker op mijn neus. Ik mag blij zijn als mijn hype niet meekomt. Zit er daar nog eentje, die is ook te lul, maar die kunnen we niet filmen. Daar zit iets zwarts. Ja, daar zit iets zwarts! Kijk, het lijkt me dat het je geen neus hebt. Maar het is een panda beer. Nee, dan moet je wit zijn. En zwart. Kijk. Dus we gaan dadelijk. Peel off masker doen. Of is het peel off your skin? Echt als de dood op mijn huid meekomt gewoon. Waarom doe je het dan? Ik wil het ook eens voelen. Je hebt niet mijn neusharen te kijken, hè? Welke neus? Als ik meetrek, jongen, dan ben ik echt te lul. Welke? In je neus of op je neus? Nee, in mijn neus. Nee, die heb je niet gedaan. Je mag het ook niet doen, want je hebt ook heel veel haar. Nee, ik heb geen baard voor je, maar het is gewoon echt zo. Oké, nou doei. Hier zien dadelijk het resultaat. Oh ja, zit er tussen. Echt. Oh, kijk wat. Eeuw. Michel. Eeuw. Auw. Oh. Oh, hier is het. Hier was nog een beetje nat. Nee, ik ben niet zo vies. Wel. Wel. Oh ja, ik zie er een zitten. Godver. Ik moet dan even wegrollen. Ja, heb je schone handen of zo? Ja. Ik heb net toch gewassen. Ik zie er echt heel hard van. Bizar, man. Ja, dan moet je dat even schoonmaken. Ja, gaan we even schoonmaken. Wat vaak spul. Oké, nou hij. Oké. En het is weer tijd om de vlog af te sluiten. Het is 8:30. Ja, het is laat. Zo, en overbelicht. Ik ben de laatste tijd heel laat. Maar dan ben ik druk. En het werk. En druk. En nu zat er even te dollen met het peel-off masker. Maar ik heb wel een gladde neus. Ja. Dus. Ja. Morgen is het vaderdag. Of nou ja, gisteren dan voor jullie. Doen we eigenlijk niet veel aan. Maar we zijn gewoon met gezellig met z'n viertjes. Dus dat is toch wel weer leuk. Misschien gaan we even naar het strand of zo. Want het wordt morgen echt heet. Dus. Maar goed. Heel bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen.